De grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Maximiliaanpark in Brussel dat eruit ziet als een tentenkamp. De dienst Vreemdelingenzaken die dit weekend overuren klopt. Er is maar één onderwerp mogelijk voor een debat. Welkom bij Actua TV. Dag dames en heren, ik praat met de Kamerleden Brecht Vermeulen van de N-VA, de voorzitter ook van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, en met zijn collega's Monica de Koning van de SPA en Wouter de Vriend van Groen. Welkom allemaal in het programma. Ja, de vluchtelingenproblematiek beheerst al maanden de media, maar deze week was er het beeld van Aylan, het kleutertje dat dood is teruggevonden, aangetroffen op het strand van Bodrum. Een eerste vraag voor u allemaal. Wat doet zo'n beeld met u, Brecht Vermeulen? Ja, ik was in Turkije op reis deze zomer. En dat was niet zo ver vandaan dat ik zat. En dan denk je onmiddellijk, hoe is het mogelijk op zulke stranden, waar zulke luxueuze plaatsen ook zijn, dat dan zulke verschrikkelijke zaken gebeuren. En je ziet dat beeld. Natuurlijk, het beeld van één kind is heel erg, hè, is zeer emotioneel. Maar als je het vergelijkt met de vele mensen die ondertussen al gesneuveld zijn, omgekomen zijn in de Middellandse Zee en elders omwille van het vluchten van ergens naartoe te gaan, dat is eigenlijk gewoon zeer aangrijpend. Ja. Monica de Koning, u heeft die foto ook gezien, neem ik aan. Ja, ik heb teruggedacht aan toen ik pas bevallen was van mijn zoon. Was er ook een crisis en toen zag je ook zo'n beelden op televisie. En het is vooral in zo'n periode dat u dat heel erg aangrijpt. Ik heb ook op Facebook gezien dat veel mensen op die manier reageren. Maar ik zou er toch willen voor pleiten om naast die emoties ook rationeel te blijven en gewoon concrete oplossingen te zoeken. Want het is een beetje een roetsbaan. Momenteel in de media, er worden heel sterke woorden gebruikt en beelden gebruikt, zoals overspoelen en zo van die zaken. Dus we moeten gewoon nuchter kijken, wat kunnen we concreet doen? Wouter de Vriend, die foto, wat deed het met u? Bij mij was dat een klop van de hamer. Ik geef dat toe, ik ben zelf een jonge vader, ik heb 3 jonge kindjes. En dat jongetje zelf, een peuter, een kleuter, was op weg naar een beter leven. Heeft in zijn leven, zijn jonge leven, niks anders gekend dan oorlog. En het is zeer goed dat die foto gepubliceerd is. Ik hoop dat politici hierdoor wakker geschud worden. Ik vind dat emotie geen slechte zaak is in dit dossier. Uiteraard moet daar rationaliteit bij komen. Maar emotie kan helpen om opnieuw de juiste prioriteiten te zien. Mm-hmm. Ja. Nu, enkele maanden geleden trok staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franken naar het Italiaanse eiland Lampedusa om met eigen ogen te aanschouwen hoe vluchtelingen daar worden opgevangen. Ja, je zou kunnen zeggen, nu kan hij naar het Maximiliaanpark in Brussel trekken om hetzelfde vast te stellen. Nu, waarom ik het zeg, ik vraag me soms af, hebben we niet te lang gedacht dat de vluchtelingencrisis vooral een probleem was voor Italianen, voor Grieken, Serviërs misschien, hooguit voor Fransen die in Calais dan geconfronteerd waren met vluchtelingen? Hebben we het te lang onderschat, Brecht Vermeulen? Ik denk het niet. Ik ben ervan overtuigd, als je weet dat er elk jaar die stroom er is van mensen die willen de Middellandse Zee oversteken, dat daar een anticipatie op was. En als die mensen overkomen en ze komen in Italië, ik was in de paasvakantie in Italië, in Rome, dicht bij het station, en daar zag je die mensen al toekomen om de weg naar Duitsland te krijgen. Dan weet je dat ze niet in Italië of in Spanje of in Griekenland zullen blijven, maar zullen natuurlijk op zoek gaan naar een ander land met een beter sociaal systeem en een betere kans op een beter leven dan dat ze vroeger hadden. Dus we hebben dat wel zien aankomen, dat wel, van zodra dat ze aankwamen. Wat we ongetwijfeld niet hebben zien aankomen, en wij niet alleen, dat is de grote stroom die hier sinds juli is aangekomen. Als je vergelijkt in 2012, waren er in Duitsland ongeveer 75.000 asielzoekers over een gans jaar. In juli 2015 waren er meer dan dat bedrag van 2012 in één maand. En het is stijgend. Dus die plotselinge toevloed die kon niemand voorzien hebben. Niemand. Wat we wel konden zien is wat toekomt, dat zal ook verder geraken in Europa. Bent u het daarmee eens dat we het niet hadden zien aankomen, die grote toestroom? Je kunt over cijfers discussiëren, maar ik weet dat we in de commissie in juni nog hard gediscussieerd hebben, omdat er
toen nog een aantal LOI's gesloten werden, bepaalde centra afgebouwd, dat we toen al gewaarschuwd hebben, zouden dat beter niet openen, want wij verwachten toch wel een toestroom. Hoe groot, ja, dat kun je natuurlijk niet op voorhand inschatten. En we zien nu dat, ja, dat alle hens aan dek is, op alle niveaus en ook bij de organisaties, om genoeg plaatsen te creëren. Wordt er adequaat gereageerd, Wouter de Vriend, door de staatssecretaris bijvoorbeeld? Is zijn aanpak degelijk? Voorziet hij voldoende plaatsen? Nee, het is duidelijk dat de regering zich misrekend heeft. We hebben gedebatteerd in het parlement vorig jaar. Toen bespraken we de cijfers oktober-november 2014. Toen zag je dat er al een stijging was van 25% asielaanvragen ten opzichte van 2013. Dus de trend was bezig. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft dit ook voorspeld. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft het aantal opvangplaatsen die er waren, 22.000 in ons land, afgebouwd naar 16.000 op een moment dat dat eigenlijk onverstandig was. Men heeft gedacht, Theo Franken heeft gedacht, om deze asielcrisis eventjes te kunnen beheersen, om eventjes te kunnen mensen ontraden om naar België te komen, maar je hebt dus geen impact op die oorlog in Syrië, op de situatie in Afghanistan, op de situatie in Irak. Iedereen heeft dit voorspeld, de cijfers voorspelden dit, dus de regering heeft hier echt wel een fout gemaakt. Dat is heel duidelijk. Of we het nu konden voorspellen of niet, maakt op zich niet zoveel uit. We zitten vandaag met de situatie zoals we lopen achter de feiten, dat klopt. Ik hoor Wouter de Vriend zeggen, die 250 registraties per dag, dat is te weinig. Wat is uw mening daarover? Ja, als je ziet wat er aan het gebeuren is, dan is inderdaad 250 een bedrag die nu, een aantal die nu gebruikt wordt om de capaciteit optimaal te gebruiken van de personeelsleden, van de procedures die nodig zijn om de mensen ingeschreven voor te krijgen. Voor een begrip die vandaag overuren draaien. Ja, voilà. Ja, en dat is, ik ben ervan overtuigd, en dat is ook wat dat de premier gezegd heeft, dat dit voor ons geen limiet hoeft te zijn. 250, 51, 52, 62. Het gaat niet over het cijfer. Het gaat erover dat we kwalitatief werk kunnen leveren om die mensen op de juiste manier de vingerafdrukken te krijgen, de eerste intakegesprek te hebben. En ook om ervoor te zorgen dat die mensen dan via het intakegesprek, via FIDA-asiel, ook een juiste opvangplaats kunnen krijgen. We hebben gewoon de tijd niet om veel meer te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer capaciteit moet ingezet worden. En dan kunnen we ook meer mensen daarin gaan inschrijven. Ik hoor een opening naar meer capaciteit, Monica de Koning. Ja, dat is goed. Maar tijdens het begrotingsdebat heeft de fractieleider van de N-VA zelfs gezegd van... We verwachten dat er een grote toestroom zal zijn. Ja. Dus dat betekende dat men toen eigenlijk al dat wel wist, maar heel traag gereageerd heeft. Eind juni begint juli, inderdaad. Staatssecretaris Franken is zeer voluntaristisch en heeft zeker heel veel inspanningen geleverd om heel veel mogelijk te maken. Ik merk alleen, zeker dat Bart de Wever als burgemeester van Antwerpen is tussengekomen, dat de staatssecretaris eigenlijk gekortwiekt wordt. Wat er in het Maximiliaanpark op dit moment in Brussel gebeurt, heeft de gemeentebestuur van Schaarbeek, maar ook van de stad Brussel, Sint-Joost, ook het gewest, doen oproepen om de druk daar weg te nemen. Ze pleiten voor meer spreiding, bijvoorbeeld ook in Luik, in Antwerpen, mensen aan het werk te zetten om asielzoekers in te schrijven. Wouter de Vriend, vindt u dat een goed idee? Ja. Wel, we zitten inderdaad in een situatie waarin oorlogsvluchtelingen opnieuw op straat moeten slapen. Dat is al bezig sinds 22 juli. We zijn bijna anderhalve maand... ver. Nu, de tentjes in het Maximiliaanpark zijn pas deze week gearriveerd. Ja, maar sinds 22 juli moeten mensen al op straat slapen en er zijn eigenlijk oplossingen mogelijk. Je kunt inderdaad naar extra eenheden gaan, mobiele eenheden. Waarom laat je geen personeel detacheren van andere administraties om daarbij te springen? En vooral, het voorstel dat wij vanuit Groen op tafel hebben gelegd, werkt met het systeem van basisregistratie. Wat is nu het probleem? En wat is een basisregistratie? Pas na registratie heb je recht op opvang. Dus dat betekent, wij willen mensen snel een dak boven het hoofd geven. Eerste opvang. Wat dan ook de uitkomst is van de asielprocedure, maar dat gaat om een humane behandeling. Dat is het minimum. Basisregistratie, je geeft de mensen een document mee, je registreert ze uiteraard. Je neemt ook vingerafdrukken. Belangrijk ook omwille van de veiligheid en dergelijke. Maar dan leid je ze naar opvang. En het interview, kan dat gebeuren in de dagen erna. Dat is geen oplossing voor die bottleneck waarin we nu zitten.
Maar dat is wel een oplossing om iedereen zo een dak boven het hoofd te geven. De staatssecretaris heeft daar negatief op gereageerd. Onbegrijpelijk, wat je ziet, zoals u zelf zegt, in het park, de tentjes blijven er staan en het neemt alleen maar toe, de problematiek. Ik wil nog even terugkeren naar die oproep van die Brusselse burgemeesters, ook van het gevest, van het Brussels gevest. Een vraag naar meer spreiding over de rest van het land. Ja, dan hoor ik de OCMW-voorzitter van Antwerpen zeggen, ja, eigenlijk bij ons is niet zoveel plaats meer. Bent u daar akkoord mee, meneer? Ja. De OCMW-voorzitter, u hebt een OCMW-voorzitter van Antwerpen. Ik wil haar meteen dezelfde vraag stellen, maar ik wil u eerst laten reageren. Maar het klopt inderdaad dat die uitspraak is gedaan, maar in een heel andere context. Het gaat niet over het feit van de asielzoekers op zich, maar ook over de erkende vluchtelingen. Op welke manier. En dan zitten we natuurlijk op Vlaams niveau. Voilà, maar op welke manier dat we ze gaan inderdaad spreiden. We hebben in de Kamercommissie ook de discussie gehad toen plotseling in een aantal dagen de staatssecretaris telefonisch contact had opgenomen met de verschillende burgemeesters, waar de eerste opvang zou plaatsvinden en waar dat onmiddellijk de burgemeester van Doornik zei, ja, ik ben daar wel niet mee akkoord. En dat was heel pijnlijk om dat te horen. Rudy de Mot, hè? Rudy de Mot, ja, inderdaad. Maar op dat moment zie je dat er inderdaad spreiding moet zijn. Gisterenavond zijn de eerste 100 asielzoekers toegekomen in de kazerne van Seyssele. Ik heb daar gezien dat daar mensen zijn die daar heel spontaan uit het medeleven willen meehelpen met die mensen om een beter leven te geven. Dus de spreiding is absoluut noodzakelijk om dat te zeggen dat het alles in Brussel gebeurt. Maar u mag niet vergeten dat hier in Brussel zijn al heel veel mensen die hier wonen van vreemde origine, die misschien hier familieleden hebben of kennissen hebben van de mensen die hier toekomen. Dan is het logisch dat die mensen niet graag naar een stuk ver in Limburg of in Luik gaan, maar hier graag blijven bij de mensen die ze kennen. Monica de Koning, ik las deze week in de Standaard een quote van u. We moeten vermijden dat ze in de grote steden terechtkomen. Ja, ik vind dat de grote steden de verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook de kleinere. We hebben de kleine 600 gemeenten en steden in België. Dan denk ik aan Aalst, Turnhout, Kortrijk. Ja, we hebben 40.000 vluchtelingen zullen we waarschijnlijk moeten opvangen. Dat is in het jaar 2000 ook gebeurd. Als je dat wilt, kun je als moderne, efficiënte staat, dat goed organiseren en spreiden. Ja. Ik heb zelf de ervaring gehad van 9000 erkende vluchtelingen naar aanleiding van de regularisatie in Antwerpen. Ik heb toen ook een oproep gedaan, wat nu door de N-VA heel erg verspreid wordt, om meer steun te krijgen vanuit Vlaanderen rond de organisatie van taalkursussen en inburgeringscursussen en huisvesting. Dat is toen ook gebeurd. En in die zin hou ik een pleidooi om in plaats van de angst aan te wakkeren en langs de andere kant het medelijden aan te wakkeren, om gewoon samen te gaan zitten en rationeel te bekijken hoe kunnen we dat organiseren? Hoe gaan we vooral huisvesting organiseren? Welke gebouwen staan leeg? Hoe kunnen we die op korte termijn toegankelijk maken? Want we staan voor de winter. En als we dat niet doen, en dat is mijn grootste angst, ja, zullen we deze winter enorm veel problemen hebben met daklozenopvang. En als er iets heel veel centen kost en heel veel negatieve energie bij de bevolking opwekt, dan zijn het daklozen in straat die bedelen. Ja? En dus dit moeten we vermijden. We zijn een modern land en men moet niet zeggen dat met 40.000 is niet te onderschatten, maar je moet niet zeggen dat dat overspoeling is. Ja. En dat stoort mij een beetje in het discours. Ik begrijp dat mensen bang zijn van migratie en van migranten. Je moet daar rekening mee houden, maar je lost dat niet op. Je geeft daar geen goed antwoord op. Doet dat door dat nog meer aan te wakkeren. Zeg gewoon, kijk, dat wordt er verwacht. Dat kunnen we organiseren. Dat zal zoveel inspanningen kosten. En op die manier lossen we problemen op. Wouter de Vriend? Ja, we hebben in de afgelopen dagen en weken veel demagogie gezien. Demagogie van partijen zoals Open VLD en N-VA, die het woord profiteren in de mond nemen, Bart De Wever, die het beeld creëren dat we inderdaad overspoeld worden. Maar ik wil toch één cijfer nog eens geven. 2015, we zitten met een stijging uiteraard. Maar het gaat tot nu toe om 4.300 erkende vluchtelingen. 4.300. De cijfer van 2015 zullen exploderen in vergelijking met 40.000. Tot 1 september. En de 40.000 gaat om opvangplaatsen voor mensen die in procedure zitten. Maar van alle mensen goed, die in aanvraag zijn. Ik hoor mevrouw De Koning zeggen dat is demagogie. Je kan de staatssecretaris toch niet verwijten dat hij op zoek gaat naar 40.000 opvangplaatsen? Nee, want dat zal ook nodig zijn. Maar over de demagogie.
Het is mijn indruk dat in de afgelopen maanden, pakweg 2 maanden geleden, dat er veel draagvlak was bij de mensen om solidariteit te tonen, empathie met oorlogsvluchtelingen. Maar door natuurlijk halve onwaarheden rond te strooien, door echt demagogische uitspraken te doen, wordt dat draagvlak een beetje bij beetje kapot gemaakt. Wel, dus ten eerste, zoals ik zei, als men beweert dat oorlogsvluchtelingen hier komen om te profiteren van onze sociale zekerheid, men heeft ook verwezen naar de kinderbijslag. Het budget voor kinderbijslag dat besteed wordt aan erkende vluchtelingen is 0,1% van het totale budget voor kinderbijslag. Het gaat om, dat zijn de cijfers, meneer Vermeulen. Het gaat om 6 miljoen euro ten opzichte van een totaal budget van 6 miljard. Dit kunnen we doen. Kijk naar Angela Merkel. Niet bepaald mijn politiek voorbeeld, maar toch. Angela Merkel in moeilijke omstandigheden in Duitsland staat zich kwetsbaar op in de frontlinie. En zegt tegen haar eigen bevolking, ook tegen haar eigen partij, wir schaffen das. Wij kunnen dit oplossen. Hartelijk welkom, zegt zij, aan oorlogsvluchtelingen. En dan spreken we over opvang in een later stadium uiteraard. Dat kan ook tijdelijk zijn enzovoort. Maar mensen die vluchten van oorlog, moeten we opvangen. Duitsland doet dat. Hier in Vlaanderen, zeer verkrampte reacties van politici, van uw partij, ook van andere partijen, die eigenlijk het voorbeeld zouden moeten geven, die het draagvlak moeten vergroten bij de bevolking, die mensen moeten verzoenen. Op een humane, realistische manier, uiteraard, maar vooral op een humane manier. Ja, ik voel me nogal aangesproken. U aangesproken bent. Nogal, ja. Meneer Vermeulen, demagogie wordt uw partij vergeten. We moeten zorgen dat we de zaken niet door elkaar mengen en een slechte hutsepot maken. We zitten in zaken door elkaar te mengen van enerzijds de dringende bijstand en de hulp dat we willen geven. En dat is eigenlijk een stuk solidariteit onmiddellijk dat we willen geven zonder dat we iets terugvragen. Die we eigenlijk moeten geven. Ja, die we moeten geven. Absoluut. Daarover is geen enkele discussie. Die conventie van Genève is internationaal humanitair recht. Dat is logisch dat we daar ons aan houden. En daar doen we iets voor. En dan zijn we ook blij dat er mensen onmiddellijk, spontaan willen meehelpen om die mensen die echt zo klaar zijn om die dan ook bijstand te geven. En in de toekomst, wanneer dat ze erkend worden, gaat dat ook naar een OCME gaan. Dat zal maatschappelijke bijstand zijn. En daar gaan we dan ook zeker op korte termijn moeten iets voor doen. Het andere verhaal, en dat is een veel moeilijker verhaal, omdat daar een verhaal van draagkracht zit, dat is het verhaal van de sociale zekerheid. We werken met een verzekeringsprincipe. Je draagt bij aan de sociale zekerheid, individueel en collectief, om er dan ook individueel en collectief te kunnen uithalen. En dan is er natuurlijk nu al het verhaal dat de sociale zekerheid onder druk staat. En er is een angst bij de bevolking dat dit op dit moment met de dergelijke instromen die in de toekomst... Terecht? Ik ga dat niet zeggen. Ik zeg alleen maar dat de bevolking die angst heeft. Heeft u die en angst? Wij zijn... Ik heb een bezorgdheid erover, dat klopt wel. En dat alles hangt ervan af van de competenties en de kwalificaties van de mensen die binnenkomen, in hoeverre dat zij inderdaad snel kunnen ingeschakeld worden om een job te krijgen hier, wanneer dit niet het geval is. Want dat is eigenlijk een zeer... die argumentatie kun je eigenlijk gebruiken. Monica de Koning, als ik even mag tussenkomen, want gewoon voor de kijker, om het allemaal te kunnen volgen, eenmaal erkend wordt het een Vlaamse bevoegdheid. En het is dan... dat men verwacht dat die mensen op zoek gaan naar een job, dat ze een sociale woning moeten kunnen krijgen. Dan is het niet meer bed, bad, brood, maar dan is het integratie, inburgering, Nederlandse talen. We zijn over dat moment bezig. Hè? Ja, en hoe sneller dat je doet, hoe sneller die mensen ook kunnen bijdragen aan onze maatschappij. Dus als je dat heel lang rekt, over jaren, dan heb je een probleem. Dus vandaar dat uw argumentatie er eigenlijk voor pleit om daar dringend werk van te maken en die trajecten te ontwikkelen. Wat constateer ik echter, en dat is mijn grote bezorgdheid, 1. Het bestaan van de OCME staat onder druk, want men wil die eigenlijk afschaffen. 2. Artikel 60, waar je heel veel mensen via sociale tewerkstelling kunt inschakelen in het arbeidsproces, wil men ook afschaffen. 3. Staatssecretaris Franken heeft met de Vlaamse ministers contact opgenomen. Ze hebben zij al veel gepraat, maar ze hebben de administraties, de respectievelijke administraties, wel geen opdracht gegeven om plannen uit te werken. En dat vind ik spijtig. Op die manier zijn we een maand tijd verloren om concreet plannen te ontwikkelen. Ja. Nu, ik zei het al, erkend vluchteling zijn betekent recht op een leefloon, op kindergeld, een sociale woning. Of moet het dan toch een apart sociaal statuut zijn, zoals uw voorzitter Bart Wever suggereert, Bert Vermeulen? Well.
suggereert. Het verhaal is vooral dat daar die angst bestaat bij de bevolking en ook bij economisten rond sociale zekerheid. Moet het een apart sociaal statuut zijn? Ik ga daar niet ja of nee over antwoorden. Dit is te ver, maar ik vind het goed dat het debat daarover geopend wordt. Maar wanneer dat daar inderdaad een risico over bestaat en wie weet dat wij ervoor pleiten om zoveel mogelijk sociale zekerheid met rechten en plichten, met bijdragen en met trekrechten eruit te halen, dat dit is het verhaal wanneer dat je de sociale zekerheid heel gemakkelijk openstelt zonder dat er enige bijdrage is geweest. Als je een verzekering krijgt zonder dat je ooit een bijdrage voor die verzekering hebt moeten betalen, dat is iets raar. Maar goed, vandaar, je kan natuurlijk maar beginnen betalen op het moment dat je hier aankomt. Nee, het belangrijkste is nu dat het debat geopend wordt en dat daar vrij over kan gesproken worden. En dan zien we wel binnen alle wettelijke contexten, internationaal en nationaal, op welke manier dat we dat best gaan organiseren. Ja, maar, ik kan nu niet onmiddellijk zeggen, het zal A en B zijn, dat hebben wij ook nooit gezegd. Dat is een andere partij die het over ons gezegd. Ik ga Wouter de Vriend eerst laten reageren. Het is zeer duidelijk. U zegt, ik weet niet of ik mijn partijvoorzitter kan volgen, want ik ga niet ja of nee antwoorden. Dat is opmerkelijk. Nee, de partijvoorzitter was zeer duidelijk, een apart statuut, met minder sociale rechten. Hij heeft gezegd dat we dat gaan onderzoeken. Met minder sociale rechten. Hij was daar voorstander van, wat ingaat tegen effectief de conventie van Genève. Maar voor alle duidelijkheid, Belgen en erkende vluchtelingen worden op gelijke voet behandeld in dit land. Dus een vluchteling krijgt geen pensioen later als hij hier niet heeft bijgedragen, krijgt geen werkloosheidsuitkering, krijgt in een aantal gevallen een leefloon, als dat nodig zou zijn, wat ook geldt voor België. Maar ik denk dat inderdaad in een volgend stadium, en eigenlijk is het al bezig, de finale doelstelling moet hier zijn integratie. Taal aanleren, Nederlands, zeer belangrijk, en toeleiding naar werk. En dan is er een opportuniteit, dus laat ons toch ook met open vizier een beetje naar die problematiek kijken. Vanuit Syrië is geen ontwikkelingsland. Syriërs zijn in de regel vrij goed opgeleid, technisch geschoold. Dus laat ons toch, zoals in Duitsland, zoals een aantal werkgevers ook hier in België, mensen die zeggen van, probeer hen, en dat vereist een wettelijke aanpassing, probeer hen toe te staan om sneller in de asielprocedure te werken. Wat nu niet kan. Nu moeten de mensen vrij lang wachten vooraleer ze effectief een job kunnen uitvoeren. Maar versnel dat. Hè. Probeer Wouter, die mensen ik heb effectief. Daar een voorstel voor natuurlijk. Gediend, maar u niet alleen. Maar probeer dit effectief. Maar dat is goed. Hè. Ja, we proberen hier elkaar geen vliegen af te vangen, hoop ik toch. Dus laat ons inderdaad daar werk van maken. Integratie, dat is Vlaamse bevoegdheid. Mm-hmm. Maar dat vereist dus ook wel een zekere openheid in het debat, open vizier. Dus wakker die angst niet aan, maar zie het ook deels als een opportuniteit. Monica de Kool. Ik vind wat mij stoort, ik heb er wel ervaring mee gehad in de loop van mijn carrière rond integratie. Ik vind dat wij eigenlijk de bestaande instrumenten die we hebben, dat die vrij goed werken als die goed zijn toegepast. En ik vind die discussies, ik wil ook altijd discussiëren, maar soms worden die discussies gebruikt als bliksemafleider om niks te moeten doen. De instrumenten zijn er, maar gebruik ze gewoon. Vindt u nu echt dat er niks gebeurt? Ik vind dat er nu heel erg over dat statuut gediscussieerd wordt en sociale zekerheid en wat weet ik allemaal. Maar eigenlijk moeten met de concrete lokale besturen, met de OCME's, afspraken gemaakt worden. Er moet een spreidingsplan gemaakt worden. We hebben daar nog niks van gezien. Terwijl men zelf dan weer pleit dat in Europa een spreidingsplan komt. Oké, het principe dat je aan Europa vraagt, past dat ook toe in uw eigen land als verantwoordelijke ministers van N-VA? En dan kunnen we verder discussiëren. Mm-hmm. Wat ons tot het laatste thema brengt, maar we hebben daar niet zoveel tijd meer voor. Europa, het woord is gevallen. Moet Europa meer het voortouw nemen, Brecht Vermeulen? Wel, Europa is duidelijk op twee sporen hier bezig geweest. Men is heel snel geweest om de mensen te gaan opnieuw de correctie te doen van de fout om eerst af te bouwen met Mare Nostrum, om dan achteraf te zeggen we gaan daar internationaal opereren en zorgen dus dat we met verschillende landen de bootvluchtelingen gaan redden. Dat hebben we heel snel kunnen beslissen. Het tweede dat we dan moesten doen is als die mensen binnenkomen, hoe gaan we ze op het Europese vasteland ontvangen? Dat is helemaal anders gebeurd, dat is helemaal slecht gebeurd. Europa heeft op het tweede gedeelte duidelijk gefaald en blijft nog altijd falen. Nee, ik lees dat de conservatieve fractie in het Europees Parlement niet meteen stond te springen om die spreiding waar te maken. En in de
In de conservatieve fractie zijn de verschillende fracties vertegenwoordigd. Er is geenzelfde partijdiscipline of fractiediscipline. In het Europees parlement zoals het geldt in de nationale parlementen. Maar wij hebben inderdaad daar ook een kritische stem over uitgebracht, omdat we vonden dat het plan niet goed in elkaar zat. Er was een spreidingsplan voorgesteld, maar we vonden dat het een slecht spreidingsplan was. Vandaar dat wij daar niet steunen. Maar ik hoorde zeggen, wij zijn voorstander inderdaad. Als je ziet dat 10 landen op dit moment 70% van alle asielzoekers opvangen, dan moet je vragen wat die anderen dan doen en op welke manier dat die anderen ook een verantwoordelijkheid dragen. Het tweede, en dat is misschien wel de belangrijkste, de zwakste schakel zit in het Schengenakkoord en in de Dublin-verordening, de combinatie van beide. Wanneer je natuurlijk mensen niet controleert aan de buitengrenzen of te weinig laat controleren aan de buitengrenzen, dan kunnen ze vrij bewegen in de Schengenzone. En dan heb je natuurlijk een systeem dat men zich niet registreert op de eerste veilige plaats waar men aankomt, maar op de beste plaats waar zij zelf willen kiezen. En je ziet ze zo door de ene asielzoekers die hier in Brussel toekomen, die zijn toch niet vanuit Zeebrugge hier toegekomen of van ja, Zaventem. De meesten hebben een traject door andere landen en toch hebben ze hier maar een asielaanvraag aangedaan. Dus we zitten met een verhaal van rechten en plichten en ook in Europa. Nu, ik begrijp heel goed aan de ene kant als confederalist dat bepaalde landen kiezen om een bepaalde strategie uit te voeren. Zij hebben een autonomie. Aan de andere kant, ze hebben ook internationale verplichtingen. Die moeten in de Raad van Ministers veel beter afgesproken worden. We moeten sneller naar een oplossing komen. Heel kort reageren, Europa. Wat verwachten jullie daarvan? Er zijn ook rechten en plichten. Er zijn een aantal landen die veel geld krijgen van Europa voor hun economische ontwikkeling. En dan zijn ze content mee. Mm-hmm. Maar als ze iets moeten doen voor Europa, dus ook een plicht hebben tegenover Europa, de totaliteit, ja, dan moeten ze dat ook doen. Dus ik pleit daar ook voor een verhaal rechten en plichten. Ook op Europees niveau. Wouter de Vriend? Ja, ik denk dat we moeten kijken naar de situatie in landen zoals Griekenland en Italië. Die landen zitten in een heel moeilijk parket. Klopt. Ze zijn het eerste land, in feite. Voilà, ze liggen aan de rand van Europa. Ze liggen aan de rand van Europa, mensen komen daar binnen. En dan vereist Dublin effectief dat daar de registratie wordt opgestart. En dat daar de vingerafdrukken worden genomen, wat niet altijd gebeurt. Maar aan de andere kant, die landen zeggen zelf ook wel van oké, wij willen misschien wel onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar nadien willen we wel dat de vluchtelingen gespreid worden over ook andere Europese lidstaten. En daar zien zij ook, net als wij zelf, dat een aantal Europese lidstaten, Hongarije, andere, Groot-Brittannië toch ook wel tot voor kort, eigenlijk niet echt bereid zijn om daar mee te gaan, om een stuk solidariteit te tonen. Dus waardoor die landen dan effectief ook vluchtelingen laten doorreizen. Dus meer spreiding, hoor ik u. Ja, er is absoluut een spreidingsplan nodig in Europa. En als het niet vrijwillig kan, dan denk ik dat het moet opgelegd worden. En bovendien, als blijkt dat er geen consensus is, dat is een voorstel dat wij al hebben gedaan in het parlement, laat ons naar versterkte samenwerking gaan. Een aantal lidstaten die wel verder willen gaan, die wel die solidariteit willen tonen, die wel willen spreiden onderling, wel, laat ons dat dan doen. Ik hoor het. Ik kan jullie alleen maar aanraden om jullie collega's, Europarlementsleden, daarover aan te spreken. Mag ik jullie alle drie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Het thema zal wellicht nog op de agenda komen en wellicht nog meermaals besproken worden. Bedankt om te kijken en graag tot een volgende keer.